Nee, maar dat was zo'n dag dat we een survivaltocht zijn gaan doen met vriendinnen en met mijn zus erbij, omdat dat ook een van mijn beste vriendinnen is. En ze hadden gezegd, ik had gelezen dat je om vriendschappen te onderhouden, dat je nieuwe dingen, nieuwe herinneringen moet creëren. Ja. Omdat je anders terugvalt in elke keer over de kinderen of over vroeger. En dan hadden ze gezegd van, dat is misschien een momentje om, want dat was wel besproken, om eens je zus apart te roepen en dan daar zo'n momentje van te maken. Zeg, ja, dan wil ik een kaartje schrijven. Dus, ja. Oké. Okay. En we zouden eens een nieuwe herinnering maken. We gaan ze er gewoon in Café Corsari bij halen. Dames en heren, kerstdames. Nee. Ja. Oh my god. Een berichtje straks naar Café Corsari kijken. Ja, en ik heb niet durven antwoorden. Maar alleen, gullen doen niks anders dan mij hier verrassen. Ja, sorry, we gingen het nooit meer doen. Maar nee, ja. Ze heeft iets meegebracht, denk ik. Ja, ik heb iets bij voor jou. Omdat ik dat in het verleden altijd vergeten ben. Maar vandaag was de gelegenheid. Ten eerste het feit dat ik hier ben getuigd van enorme zusterliefde voor jou, voor jezelf. Ja, en ten tweede hebben wij een heel mooi aandenkentje gemaakt aan onze uitstaan. Aan onze band. Nee, gewoon aan onze band. Allee, kom, laat het eens zien. Oh, dat is een topfoto. Van vorige zomer is dat. Oh, zie je mooi. Kijk, de zusjes, dames. En er staan op de top van achter ook. Ja. Cool. True that. Oh, dank u. Amai, dat vind ik kei tof. Zeg nog eens dat tv niet mooi is. Ja, voilà. Zeg. Ik had zo'n strijkertje van jou.